DA 91 onder leiding van Angelique Del Castillo houdt morgen een discussieavond met als thema burgerparticipatie bij de aanpak van corruptie. DNA-voorzitter Marinus B., de inleider op deze avond, zal naast zijn visie op het onderwerp ook de rol van het parlement bij de aanpak van corruptie bespreken, zegt Del Castillo. We hebben ook in ons panel een vertegenwoordiger vanuit de media, de heer Ivan Cairo, omdat ook de media, de journalistiek, heel belangrijk is in die burgerparticipatie, in die corruptiebestrijding. En daarnaast hebben we een meneer Wirin Adjoja, die bekend is geworden in onze samenleving in de afgelopen maanden, vanwege het feit dat hij zich als een principiële burger heeft opgesteld en een RVC-positie geweigerd heeft, omdat hij ervan uitging dat er te veel corruptie in het bedrijf daar plaatsvindt. En hij niet het idee had dat hij zich in gezelschap zou bevinden die die corruptie zou bestrijden. Dat zijn de drie mensen die dus aan het woord zullen komen. Als initiatiefnemer, want zal ik dus het woord, de introductie van het thema doen. Maar de burgers die het volgen in Suriname en buiten Suriname, omdat het ook gestreamd gaat worden en Radio Sunrise ook in Nederland een radio-uitzending ervan doet, kunnen allemaal via de app vragen stellen. Het is de vierde keer dat de partij deze discussieavond organiseert. Eerder zijn onderwerpen als mensenrechten, het terughalen van gestolen goederen en financiering van politieke verkiezingscampagnes als bron van corruptie voorbijgekomen. Del Castillo wil met deze discussies het volk intensief betrekken bij beleid en bestuur. Dan zeg ik dat meer dan ooit vandaag het nodig is dat burgers weten hoe ze corruptie herkennen. Dat burgers weten dat ze het recht hebben om vragen te stellen. Dat burgers weten dat ze het recht hebben om transparantie te eisen in de besluitvorming en in de keuzes die de regering maakt. Het is ook van belang, een goede regering waardeert het wanneer burgers willen participeren in corruptiebestrijding, omdat het de regeerder scherp houdt, de beleidsmakers gaan op hun tellen passen en ze weten dan dat ze niet, wanneer ze daar zin in hebben, verantwoording afleggen, maar altijd verantwoording moeten afleggen naar die samenleving. Aldus Angelique Del Castillo, voorzitter van DA 91, over de discussieavond die morgen, en dat is vrijdag, wordt gehouden. Apinti en Sunrise Radio zullen deze discussieavond live uitzenden.